Gistboot heeft de Sint natuurlijk de hoofdrol, maar de Pieten die worden geopend door heel veel bekende Nederlanders, waaronder ook Frans Bauer, die de scheepskapitein speelt. De nieuwe kennelijke filter. Maar wat nu? Ik begrijp er niks van. De Dakjes wordt verdwenen. De commerciepiet hoeft niet lang te leuren bij Sinterklaas voor een nieuwe film. DMR Nederland laat zich dan ook gemakkelijk verleiden voor een plek op de titelrol. Je telefoon gaat, Pita. Telefoon. Ik heb een net nieuw. Als een Fransje op zijn mensenlijst heeft staan, moet er heel wat uitgelegd worden aan de mini-bouwertjes. Een beetje raar natuurlijk, hè, want wij zijn op Sinterklaas. Maar ja, gewoon uitgelegd op van de kapitein van de pakjesboot. Ja, ik wil het voelen. Ik word nooit, ik ben wel Frans, maar ja, ze willen toch wel wat anders. Nu de vlakte van papa eindelijk gezien zijn, kunnen zijn kids niet wachten om hun vader achter te zien gaan. Ik vind het een mega groot mond zijn rol. Vanaf donderdag kunt gaan zien in meer dan 100 bioscoop, maar ik wil even iets zeggen. Martijn van Nellestijn.